Weet je, als je maar gewoon gelukkig bent, ik bedoel, iedereen die kan zeg maar jezelf gaan afkraken en dingen, maar. Wat is dit? Mocht jij nog een droom vinden en je woont hier ergens in de buurt? Yo! Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben Jellekoeken. En vandaag ga ik gewoon een video maken. I don't know, ik had een beetje een idee, maar ja... Het is niet zo normaal zoals ik normaal denk ik. I don't know. Ik heb er verder helemaal geen woorden voor. Ik heb al tijden geen video meer gemaakt. En ja... Hoe gaat het met mij? Ja, met mij gaat het wel goed, weet je. Ik ben gewoon geslaagd en shit. En het is alweer een tijdje terug eigenlijk. En nu met die corona en shit. Weet je, ik heb eigenlijk nog helemaal geen video gemaakt of zo. Of weet ik veel. Ik heb zelfs die tests ook gedaan. Waarschijnlijk sommige mensen die mijn livestreams kijken. Ja, die weten dat en zo. Maar ja, weet je, mensen die dat niet weten. Ja, weet je, ik heb die test gedaan. Ik kreeg zeg maar zo'n, waarschijnlijk weet iedereen het nu al. Maar dat maakt niet uit. Ik kreeg zeg maar zo'n wattenstaaf van 10 centimeter lang. Ik kreeg eerst in je keel gedouwd. En dan daarna zo in je neus. Waar je ook denkt van, oké, ik had die test gedaan. En daarna, na die test, moest je zeg maar één of twee dagen moest je sowieso thuis blijven. En dan moest je wachten tot je de uitslag kreeg. Nou ja, mijn uitslag was gewoon negatief. Maar dat wist ik al, dat zei ik al. Maar ja, ik was gewoon een beetje zo'n griepje. Zeg. Zoals jullie misschien wel op mijn Insta volgen. Als jullie mij volgen op Insta, doe dat zeker. Doe dat even beneden. Het zou echt super nice zijn. Dus volg mij zeker. We hebben nu sowieso de... Ik weet zelf niet eens meer. Wacht, ik ga het even opzoeken. Boys, Instagram. We hebben nu die 342 volgers. Dus wie weet kunnen we die 350 halen. Als je mij nu volgt, zou het super nice zijn. Mocht jij nou nieuw zijn en nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan zeker ook even. Want we hebben nu... Ik ga gewoon even checken, boys. Ik ga gewoon even checken. We hebben nu de 340 subscribers. Dus het is echt super nice. Gewoon alle twee is gewoon rond die 340. En ja, weet je, waarom ik deze video nou even maak? En ik wil hem eigenlijk nog snel nog even bewerken en shit. Komt gewoon omdat van het weekend ben ik gewoon weg. Dus er is gewoon geen livestream. Mocht je misschien ook nog wel meegekregen hebben als je een Discord. Dus join ook zeker de Discord. Sorry als ik zoveel kut shit heb. Opmerkingen maken, maar ja. In ieder geval nog iets leuks, zeg maar. Oké, nog even iets leuks. Meneer Grappenhaus, die heeft dus zeg maar de, ja, hoe heet, coronabeleiden, of weet ik veel, wat hij dus heeft gedaan. Heeft dus blijkbaar niet aangehouden. Hij is dus naar een bruiloft geweest, geloof ik, of zoiets. Nou, in ieder geval, er zijn foto's dat hij zeg maar geen afstand houdt en nou ja, noem het maar op. Is gewoon een beetje bullshit hoe hij daarmee omgaat. Een beetje triest, maar wel mooi. Dit spel ook zo mooi, hè, weet je. Ik heb dit eigenlijk alweer tijden niet meer gespeeld. De laatste keer was alweer in, volgens mij een jaar terug of zo. Maar ik heb dit zeg maar vroeger. Dit is zeg maar de eerste game dingen die ik heb gedaan. Toen ik heel jong was. Super Mario Bros. 3. Dus echt gewoon, het is wel een beetje mijn tijd, zeg maar. Oké, maar het is Mario. Dus Mario is altijd chill. Oké, hoe sprongen we ook weer? Oh zo, ja. Kijk, je krijgt hier zeg maar ook van die deze shit eruit. En dan word je zeg maar groter en dan kan je... Oh. Oh fuck, ja. Ik dacht dat ik hem kon verslaan. In ieder geval, als je dan verder komt dan... Oh ja. Dat ging zo. Nee! Ah, jammer. Anders kon ik die openen als je hem zeg maar zo duwt. Oké, ja. Boeit echt gewoon helemaal niemand daar waarschijnlijk. Oh. Dit zijn echt tijden dat ik dit speel. Oh. Oké, netjes. Ah, fuck. Wat is dit? In ieder geval, het gaat nu heel goed met mij. Ik heb diploma op zak. Ik ben op vakantie geweest in Zeeland. Waarschijnlijk hebben jullie wel deze foto gezien. Als je die foto hebt gezien, doe dan zeker even een hartje. Ik ben echt fucking blij gewoon. Ik gewoon haar heb ontmoet. Echt
Arnett, als je dit ziet, ik hou gewoon van jou, weet je. Ja, iedereen mag het nu gewoon wel weten. Nou, niet iedereen. Niet iedereen. Er zijn grenzen natuurlijk. Maar sommige mensen mogen het eigenlijk nog niet echt weten, vind ik. Omdat het, zeg maar, nou ja. Oké. Maar weet je, ik kan het nu gewoon zeggen. Het staat ook gewoon, een foto staat er ook gewoon op en alles. En weet je, ik ben gewoon gelukkig, jongen. Als ik maar gelukkig ben, weet je wel. Iedereen heeft wel een mening over, ja, het leeftijdsverschil, dit en dat. Hey, fuck die shit, gast. Fuck die shit. Het maakt me echt helemaal niks uit. Weet je, als je maar gewoon gelukkig bent. Ik bedoel, iedereen die kan, zeg maar, jezelf gaan afkraken en dingen. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat je gewoon samen, zeg maar, iets leuks hebt. En dat je gewoon met elkaar gewoon kan delen. Het gaat niet eens zeer om. Het gaat wel om intieme dingen, maar niet, weet je wel, te overdreven of zo, weet je wel. Het gaat gewoon normaal, gewoon gezellig. Weet je wel, het hoeft niet altijd, zeg maar. En dat denken mensen altijd. Die denken altijd zo van, ja, je kan dat dan niet doen of zo, weet je wel. En voor, zeg maar, voor haar is het zo van, ja, dan denken van, ja, pas je wel op of zo, weet je wel. Geloof ik, hoor. Ik bedoel, kijk, er zijn altijd wel verschillen natuurlijk van meningen en zo. Maar, weet je, alsnog, ik sta nog steeds standaard van, weet je, iedereen kan wel zijn mail opentrekken, maar denk gewoon eens een keer gewoon aan iemand anders hoe die, zeg maar, erin staat in zijn leven. Die gewoon gelukkig is. Ik bedoel, als iemand, zeg maar, altijd ergens heen gaat, maar daar niks van terugverdient of zo, of weet ik veel. Ja, hey, als diegene gelukkig is, moet hij dat toch gewoon zelf weten? Ga je toch hem niet gewoon lastigvallen met, ja, ik zou dat niet doen, hoor, zo, of weet ik veel, weet je wel. Ik bedoel, uiteindelijk moet een mens toch zelf, of gewoon überhaupt, al ben je een kind, of nou, noem het maar op, die moet het toch gewoon zelf leren. Ik bedoel, uiteindelijk moest toch iedereen gewoon leren fietsen. Dus ja, weet je, en voor nu, weet je wel, wij zijn gewoon gelukkig, wij zijn gewoon blij. Ook al is daar gewoon een dikke afstand van, maar toch, weet je, niemand die krijgt dat gewoon stuk, hoor. Ik bedoel, kijk, het is, ja, oh ja, er is nog één ding wat ik jullie even moet vertellen. Het is gewoon één ding. Jullie weten waarschijnlijk wel, ik heb, zeg maar, een drone. En ik was, nou ja, ik heb gewoon de hele tijd gevlogen en alles. En ik heb gewoon eigenlijk, eerlijk gezegd, ik heb gewoon gevlogen zonder dat ik dat ding eigenlijk gewoon echt goed in controle in mijn handen had ofzo. Ik heb gewoon YOLO, zat ik telkens zag ik te vliegen en dan dacht ik van, ja, weet je, fuck die shit, ik ga gewoon doen. Hup, de lucht in en ik ben gewoon. Maar nu was echt één bepaald punt. Ik wou hem, zeg maar, terugsturen, dus je hebt, zeg maar, een home point. Dus normaal, als je hem ergens opstaat, maakt hij daar zijn eigen home point. Maar dit keer, hij vloog gewoon weg. Ik klikte op home point, ik was hem eigenlijk kwijt. Normaal, ik heb dat wel vaker, dus ik was dat wel gewend. Ook al is dat normaal schrikaardig, maar. En in één keer, hij ging zomaar weg. Hij ging, hup, andere kant op en ik was hem gewoon kwijt. En weet je, ik stond daar echt gewoon met die controle in mijn handen en ik dacht echt van, what? Ik dacht echt van, hè? Hoe kan dat nou weer? Hoe kan nou weer dat ding zomaar wegvliegt? Zonder, hè, dus ik stond daar echt zo versteld. Uiteindelijk zijn we nog ergens heen gereden. We hebben nog even gezocht in de bomen. Ik heb die volgende dag, heb ik echt gewoon nog 2 uur zitten zoeken. 2 uur van mijn leven heb ik daar gewoon nog in. Want er zit daar, zeg maar, een bos. Dus ik heb eigenlijk gewoon in die bomen zitten kijken. Zo van, nou ja, ik heb zelfs nog random mensen gevraagd. Uiteindelijk gewoon niks gevonden. Nou, die dag erop, geloof ik. Toen ben ik daarna nog met mijn vader, hebben we een nieuwe drone gehaald. Dus ja, nou heb ik ze, zeg maar, gewoon een nieuwe drone. Maar ja, nu moet ik wel weer opnieuw beginnen. Alles stond, zeg maar, op dat kaartje. Maar wat dus in die andere drone zit. Dus mocht jij nog een drone vinden en je woont hier ergens in de buurt, dan moet je gewoon naar mij toe komen. Of gewoon even een berichtje sturen. Gewoon op DM. In chat, Discord. I don't know. Stuur gewoon een berichtje. Geef mijn drone terug. Het zou echt super tof zijn. Desnoods krijg je een beloning. Dus die shit. Ja, man. Allemaal gebeurd, hè. Veel gebeurd de laatste tijd. Maar ik heb trouwens, ik ben nu weer op zoek naar een nieuwe drone. Maar ik heb nu zeg maar alweer een drone. Voor een tijdje, zeg maar. En nu ga ik voor de nieuwere variant. DJI Mavic 2 Air. Nou, hier heb je een foto in ieder geval. En dan, ja. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik echt super tof vinden. Volg mij nog even op Insta. Mocht je de Discord nog joinen. Hieronder zet ik gewoon een nieuwe link voor de Discord join.
I don't know. En dan zou ik zeggen, ja, tot de volgende keer. En ik vond, dit is echt een hele andere video dan normaal, maar alsnog. Ja, weet je, ik had gewoon even zin om gewoon even een praatvideo of zo, of iets. Ik heb wel een beetje gegamed, dus geniet ervan. Ik hoop dat jullie volgende keer, en misschien binnenkort. Maar is nog niet zeker, want ik moet zelf natuurlijk wel een beetje fit worden dan. Maar in ieder geval, misschien 24 uur luisteren, wie weet. Hey, laat de mensen, en tot de volgende keer.